Een bijzonder woord van welkom richt ik aan onze nieuwe provinciesecretaris, mevrouw Annemie Burger. Ik zal haar straks nog even nader aan u voorstellen. Maar Annemie, fijn dat je in ons midden bent als opvolger van Wim Rutte, die nu in Peru zit. Dames en heren, nog een verandering. Voor het eerst sinds 1850 staat er niet een commissaris van de koningin, maar een commissaris van de koning voor u. Dat laatste keer dat gebeurde was in 1850, toen Antonius Josephus Lambertus Boret dat was. Dat was een jurist die geboren was in Gemert-Bakel. Hij was vanaf 1842 al onze gouverneur. En de eerste inheemse, zoals men dat in Den Haag noemde, daarvoor waren het nooit Brabanders. Hij was de eerste Brabander die dat mocht doen. In Den Haag had men toen al door dat je daar een beetje mee uit moest kijken als die Brabanders het zelf gaan doen. We deden toen ook nog niet zo lang mee. Sinds Napoleon Nederland bezette waren we een serieuze provincie in dit land. En de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden natuurlijk, dat we nu in zijn 200-jarig bestaan aan het vieren zijn, daar mochten we een beetje gaan meedoen. Maar pas in 1842 dus mocht een Brabander zelf Brabant mee gaan besturen. Boret was overigens, voordat hij gouverneur werd, betrokken bij het opstellen van de nieuwe grondwet. Die nodig was toen we de zuidelijke Nederlanden in 1830, u voelt dat vlies ook nog, hebben verloren. En wie wil weten hoe dat zomaar ineens gebeurde, als gevolg van een irrationeel, opportunistisch en machtspolitiek spel dat alleen zichzelf ten doel had, raad ik aan eens kennis te nemen van de biografieën van de eerste drie koningen die nu ter gelegenheid van dat 200-jarig bestaan verschenen zijn. En met name die dan van koning Willem I en koning Willem II. Al is het alleen maar een les voor de huidige tijden. Laat ik één les uit die tijd voor onze tijd meenemen. Wanneer er sprake is van onderlinge verdeeldheid en falende samenwerking, dan worden de wezenlijke beslissingen over je en voor je en niet door jezelf genomen. L'union fait la force, zeggen de Belgen. En inderdaad, en dat lukt dus niet als een eenheid en samenwerking alleen maar een farce is. In Brabant weten we dat maar al te goed. Wij moeten kiezen voor elkaar, anders gaan anderen voor Brabant kiezen. En dat is nog steeds waar en misschien wel actueler dan ooit. En mag ik deze les ook eens meegeven aan onze Brabantse gemeenten, die soms zelfs om regie van de provincie vragen als het om hun toekomst gaat. Met de agenderen van de rapporten van Helmi Huibrechts is een belangrijk proces gestart in goede samenspraak, en daar zijn we trots op, met onze vereniging van Brabantse gemeenten. En de ambitie is duidelijk, een goed op de toekomst gericht en klaarzijnd lokaal bestuur. Dat vraagt om discussie, dat vraagt om meningsvorming en die is, u ontmoet gedeputeerde Pauli regelmatig, in volle gang. En het is de typische rol van een middenbestuur, van een provincie. En daar is sinds die tijd van Thorbecke niet zoveel veranderd. Dat wij daar de rol hebben van stimulator, verbinder, procesbewaker en toezichthouder. En ja, als er in dat proces alleen maar aan het naakte eigenbelang wordt gedacht en geen bereidheid is tot een goede, toekomstgerichte en ook eerlijk te voeren dialoog, ja, dan is de provincie geroepen een rol te spelen. Maar de mate waarin wij geneigd zijn om de keuze die onze gemeente maakte directief te beïnvloeden, is rechtomkeerd evenredig met de mate waarin die er zelf onderling en samen in slagen om zich onderling adequaat voor te bereiden op de ontwikkelingen. En daar ook beslissingen over te nemen. Want voor talmen is geen tijd, tempo is een thema. Ik zou dus niet al te schamperend spreken over de mate van provinciale regie. Die is er wel degelijk, maar wij zijn Alfred Hitchcock niet. We hebben meer de stijl van Woody Allen. En als ik één voorbeeld daarvan mag geven, is dat we oog hebben, bijvoorbeeld, voor de bijzondere situatie van Baarle-Hertog Baarle-Nassau, die op die grens die in 1830 getrokken is, in een ingewikkelde enclavesituatie met elkaar zijn gekomen. Wij, het provinciebestuur van Brabant, houden rekening met interessante variëteit, houden van maatwerk en verschil. Maar we zijn ook niet blind voor de toekomst. En binnenkort zal ik in aanwezigheid van gedeputeerde Pauli samen met mijn collega gouverneur van de provincie van Antwerpen, mevrouw Berks, mij in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau melden om daar samen een goed gesprek over te hebben. Maar goed, dat is voor later. In 1850 werd dus die Gemertse jurist de eerste Brabantse gouverneur. Toen werd dat nog aan elkaar geschreven.
U weet dat misschien niet, dat was de officiële spelling. Pas in 1962, omdat die eigenwijze Brabanders er een koppelteken tussen bleven zetten, heeft ook de nationale wetgever dat gedaan. Soms duurt het dus een eeuw. Noord-Brabant is in die tijd van het beginnende koninkrijk, wat we nu 200 jaar vieren, vergekomen. Met name dankzij de inspanningen van koning Willem I en koning Willem II is er in dit zuidelijke deel van het koninkrijk hard gewerkt. Heel hard gewerkt en we hebben ons voorspoedig ontwikkeld. Uit recent onderzoek blijkt overigens wel, tegen de beelden in, dat die ontwikkeling een belangrijke mate ook het gevolg was van het hardwerkende en de ondernemende volkje dat wij zijn. Ook de genoemde eigenwijsheid speelde daar een belangrijke rol. En in een binnenkort te verschijnen boek, Het Nieuwste Brabant, wordt nieuw onderzoek gepresenteerd. Dat blijkt dat uit die zogenaamde arme generaliteitsjaren, dat eigenlijk wel een beetje meevalt. Dat we toen eigenlijk ook al betrekkelijk succesvol waren, dankzij het feit dat we er zelf zo hard voor werken. Ik kom er zo op dat boek nog even terug. Eerst een citaat. In deze tijden van grote en grootse veranderingen, schokkend en beangstigend soms, schuift Noord-Brabant van een plaats in de achterste rijen duidelijk naar voren. Dit groeiend zelfvertrouwen, zo belangrijk voor een verdere ontwikkeling, maakt het tevens noodzakelijk dat men niet in een beperkt chauvinisme zich beter waant dan ieder ander. En maakt het tevens noodzakelijk dat men niet verblind wordt door het succes, te gemakkelijk zijn eigen aard verliest en de grote levenswaarde gaat vergeten waaruit de kracht juist in tijden van tegenspoed werd geboren. Dat zijn niet mijn woorden. Ik maak hier een sprong van 100 jaar. 100 jaar vanaf het moment dat Boret de eerste Brabantse gouverneur was en toen commissaris van de Koning werd als gevolg van een verandering van de wet. Deze woorden zijn van Jan de Kwaai, een van mijn andere illustere voorgangers in dit mooie ambt, in de inleiding bij een driedelig boek Het Nieuwe Brabant, dat hij schreef in de jaren 50. Dames en heren, deze woorden zijn nog steeds relevant voor de koers naar 2050, voor de volgende stap van 100 jaar. Het boek heeft de belangrijke les dat wij in Brabant onze tradities moeten gebruiken om de toekomst aan te kunnen. We weten dat ontwikkelkracht diep geworteld moet zijn. Vernieuwing, ja, maar wel met aandacht voor onze levenswaarde. Een model van de economie waarin belangrijke dingen in het leven, zoals gezin, familie, gemeenschapszin, natuur, het goede leven, zorgen voor elkaar, op een mooie manier samenvallen en samenhangen. Evenwicht en harmonie zijn wezenskenmerken van ons beleid, maar ook van de stijl van bestuurlijk Brabant. Niet één aspect of belang moet gaan domineren. Innoveren is ook geen doel op zich. Onze economische arbeid moet zin en betekenis hebben. Wij willen de economie niet losdenken van wat er in de samenleving gebeurt. De economie is geen doel, het is een middel. Ik hoop althans dat de bankencrisis ons dat geleerd heeft. Ik hoop het, maar zeker weten doe ik het overigens niet. Ons economisch model hier in Brabant is succesvol, omdat het ook sociaal en ecologisch succesvol wil zijn. En dat doen we de laatste tijd hartstikke goed. Onze successen beginnen op te vallen. De initiatieven die wij ook nemen om ook de spaarcenten van Essenta goede te laten komen aan onze verdere economische ontwikkeling, ook met verduurzaming en vernieuwing als thema, trekken de aandacht. Lees het Financieel Dagblad. Lees dat daar wordt gezegd dat de kracht in het zuiden zit en dat het zonder Brabant niet gaat. Maar denk ook aan de woorden van de Kwaai. Niet overmatig optimistisch en trots zijn. Dat met mate. Maar we zijn het stiekem natuurlijk wel. En kijk eens wie hier allemaal zijn vandaag. Al die ondernemers die met hun werknemers en hun mensen in Brabant en het bestuur de kracht van deze provincie uitmaken. Daar zijn wij trots op. We doen dat samen. En we slimme combinaties die we maken zijn ook in Brussel opgevallen. Daar is een prijs uitgereikt aan ons. De European Entrepreneurial Regional Award. Omdat de Europese Commissie heel goed doorheeft dat in regio's en steden in goede samenwerking, dat daar de echte economie wordt gemaakt. Rentevoeten, prachtig. De EMU-norm, belangrijk. Maar het echte werk in de economie zit bij de mensen en de bedrijven en de verbindingen. Die ondernemers die vriendelijk zijn en vriendelijke ondernemers met het bestuur samen ambities formuleren. Die prijs die we hebben gekregen is dus niet een verdienste van de overheid alleen. Natuurlijk hebben wij ook meegewerkt, maar het is vooral, en daarom bent u hier vandaag ook allemaal als ondernemers uitgenodigd, het is uw verdienste. Wij staan er in de wereld, in Europa, in Nederland goed op, dankzij het feit dat u initiatief neemt, dat u ondernemend bent, dat u om u heen kijkt en ook die belangrijke Brabantse waarden koesteren.
Vele Brabantse familiebedrijven waren net hier in de rij aanwezig. We kennen ze. We zoeken elkaar op en we vinden het belangrijk dat met elkaar te vieren. Vandaar op zo'n receptie vandaag gaan we elkaar ook ontmoeten. En maak ook met elkaar de afspraak dat we vandaag niet alleen met de mensen spreken die we al kennen. Ga bij dat business point eens op zoek naar de ondernemers die u nog wil ontmoeten. Er is zoveel innovatie, er is zoveel werk te doen. En ook, zeg ik tegen die ondernemers, zijn we trots op jullie, omdat jullie laten zien dat ondernemen niet tegengesteld is aan de grote vraagstukken waarin de samenleving voor staat. Nieuwe concepten, duurzame ontwikkeling, gezond ouder worden, het soort van kennis en onderzoek dat we gebruiken om onze samenleving beter te maken, dat doen we hier samen. Dat vraagt om ondernemerschap, dat vraagt om durf en die zit niet ook weer alleen bij de ondernemers. Die zit in alle gelederen van onze samenleving. En waar komt dat nou vandaan? Nou, dat komt denk ik omdat in onze identiteit die eigenlijk een soort werkwoord is, een aantal woorden zitten van verbinding, verbeelding. We ondernemen, we organiseren, dat hoort bij ons. Zo zijn wij, zo willen we zijn. En dat doen we bovendien voortdurend ook nadenkend. We denken voortdurend na, doen we het goed genoeg? Ja, doen we de goede dingen, maar doen we ook nog goede dingen? Gaan we nieuwe ontwikkelmogelijkheden voor onze provincie organiseren? Ik zei het al vaker en je moet deze dagen erg letten op het gevaar van zelfcitatie, heb ik gelezen. Maar ik zeg het vaker, dat onze belangrijkste grondstoffen hier verbeeldingskracht en verbindingskracht zijn. Wij zijn niet zo gauw tevreden. We gaan gauw verder zoeken, aanpielen, aanklooien. Het schijnbaar nutteloze wat toch heel nuttig blijkt te zijn. Dat is de cultuur van het innovatieve ondernemerschap dat wij hebben. En het Brabantse bestuur wil in die innovatie graag mee. Ze vraagt zich voortdurend af of we nog met de goede dingen bezig zijn. In een soort open proces waarin we met vele geledingen ook vandaag weer het debat willen aangaan. We moeten elke keer nieuwe verbindingen maken om nieuwe vragen te kunnen stellen. Want die in die traditionele sectoren opsluiten brengt ons niet verder. De verbinding tussen agro en high-tech, om er maar eens één te noemen, gaat bijdragen aan de verdere ontwikkeling van die sector. We hebben cultuur en design nodig om in al die ondernemingen nieuwe ideeën te krijgen. Dat is in Brabant van belang. En het boek wat ik straks al even noemde, dat nieuwste Brabant, gaat daarover. In een traditie die oud is, want ook in 1947 hebben we met het welvaartsplan iets geprobeerd. In 1955 waren er plannen over de agrarische ontwikkeling. In 1965 verschenen welvaartsbalans hebben we het ook al gedaan. In Brabant is besturen ook nadenken en met elkaar de discussie aangaan. En die zal ook nu nodig zijn. En dat willen we ook doen in een nog verder verbreden kring van betrokkenen. Het kennis- en onderzoeksstelsel van de provincie, de adviesorganen. We gaan er opnieuw over nadenken. In de geest van Paulus zou ik zeggen, behoud het goede, maar durf ook nieuwe dingen te ontwikkelen. En dat is hard nodig. Want het nieuwe Brabant is voorbij, het nieuwste Brabant is in aantocht. We leven in een tijd van veranderingen. We leven in een tijd van fundamentele veranderingen. In een tijd, zou ik zeggen, waarin zelfs de veranderingen veranderen. En dan is het geen luxe, maar een bittere noodzaak te blijven nadenken over hoe het met ons gaat. Welke vragen er te stellen zijn over de aard van onze economische ontwikkeling. Onze natuur, onze cultuur, onze sociale verhoudingen, onze mobiliteit, onze leefbaarheid. Al die kwesties waar ik samen met de Staten van Brabant en het College van Gedeputeerde Staten verantwoordelijkheid voor draag. Hoe houden we de gemeenschapszin op peil? Hoe houden we de leefbaarheid op peil? Want ik zei het straks al, ons economisch model is alleen maar succesvol omdat het ook sociaal en ecologisch succesvol is. En dat gaan wij doen in 2014. Dat jaar waarin dus een eeuw terug Europa slachtoffer werd van een grote oorlog. Zo noemen ze dat bij onze zuiderburen. En ook in het jaar 2014, waarin het 70 jaar geleden is dat wij door Canadese, Britse, Amerikaanse, niet te vergeten Poolse troepen werden bevrijd. Dat gaan we herdenken, daar gaan we bij stilstaan. Maar dat doen we ook om na te denken. Want die twee wereldoorlogen tonen aan wat er gebeurt wanneer je louter vanuit het hoogopgemetselde bastion van de eigen identiteit handelt. Onbeteugelde nationalistische krachten werden in de naoorlogse jaren door grote Europese leiders gevangen in instituties die ons de mogelijkheid geven om belangenconflicten, en die zijn er altijd, op een vreedzame wijze het hoofd te bieden. De diepe en onthutsende schending van de menselijke waardigheid in beide wereldoorlogen hebben hen geïnspireerd tot het ontwikkelen van transnationale instituties van rechtsstaat en democratie, die een diepste grondslag ontlenen, precies ja, aan die menselijke waardigheid. 200 jaar koninkrijk, een constitutionele monarchie,
70 jaar herwonnen vrede en vrijheid, rechtsstaat en democratie. Daar is voor gevochten, daar zijn grote offers voor gebracht. Daar is voor gevochten, daar zijn veel offers voor gebracht. En dan hebben we de laatste dagen een discussie over het brengen van een offer om in de samenleving verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld als lid van een gemeenteraad. Ik zou Brabant nog willen oproepen en na laten denken over de vraag of het niet eigenlijk hoort bij het ambt van burger dat je daar waar je mogelijkheden er zijn, die verantwoordelijkheid neemt. Dat je je kandideert voor zo'n positie in het bestuur. Vrijheid is namelijk, dames en heren, niet alleen een recht. Het is ook een voorrecht dat plichten met zich brengt. Maar mag ik ook zeggen dat ik vind dat er veel krokodillentranen worden geplengd over dit onderwerp. Want als je jarenlang de lokale democratie uitholt, halfslachtig decentraliseert, de overheid en politiek als een irrelevante factor wegzet, raadsleden en bestuurders als zakkenvullers wegzet, moet je dan verbaasd zijn dat burgers aarzeling hebben om daarbij te horen? Maar dan is het wel van belang ook, moet ik zeggen, dat we werken aan een integer en goed functionerend bestuur. Daarom heb ik samen met de burgemeesters van Brabant en in goed overleg wederom met onze Vereniging van Brabantse Gemeenten beslist dat de kandidaat-wethouders kritisch worden bevraagd op hun integriteit voordat zij hun ambt kunnen aanvaarden. Maar burgemeesters kunnen dat niet alleen. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en er is reden om dat te doen, om waakzaam te zijn. Zelfs de integriteit achter de integriteitsvraag roept soms vragen op. Ik roep allegenen die binnen politieke partijen verantwoordelijkheid dragen voor kandidaatstellingsprocedure hier ook een verantwoordelijkheid te nemen. Want iets van een publieke waardering en een waardering voor het publieke moet terug. Anders gaan we het niet redden. En het vraagt om een cultuur waarin we niet alleen nadenken in termen van het eigen belang, maar ook het nastreven van het algemeen belang als een waarde wordt herkend en erkend. We moeten ons dringend bezinnen op het belang daarvan, herbezinnen. 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog, 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog. En zeker in een jaar dat de democratie weer gaat leven en waarin de trotse rol van politiek zijn rol weer gaat pakken. De zich nu ontwikkelende structuurdiscussies helpen daar overigens niet echt, want ze leiden ons voortdurend af van de vraag waar het echt om gaat. De hoe-vraag schijnt soms belangrijker te worden dan de waarom-vraag en de waartoe-vraag. We raken ook steeds verder verstrikt in veel papier en procedures. De democratie en de politiek moet zich daar helder van onderscheiden. Er ligt daar, dames en heren, een grote opdracht. Verstikkende procedures en systeemfetischisme ontmoedigen ook om politieke verantwoordelijkheid te nemen. Politici zijn er, en raadsleden zijn er, en wethouders zijn er, en gedeputeerden zijn er, en statenleden zijn er, om besluiten te nemen en voor te bereiden over de kwesties waar zij over gaan. In en na goed overleg met de samenleving en met de economie. Politici zijn er niet om uit te leggen wat er uit systemen komt. De komende verkiezingen voor de gemeenteraden en het Europees Parlement zijn daarom belangrijk. Verkiezingen zijn bij uitstek momenten van het waarom, waartoe, waarheen. Welke dromen gaan we formuleren? Welke waarden vinden we belangrijk? En dan houdt uw commissaris op, want het gaat dan over de politiek. De rol van uw commissaris is eigenlijk een heel andere. Ik zocht naar de dia, maar... Ja, ik wist dat u zou komen, dus we zijn vanochtend vroeg met de soep begonnen. En samen met Erwin Katz heb ik gezorgd dat het aan u niets tekort komt. Want de serieuze vragen die ik heb willen stellen gaan altijd samen met gezelligheid. Ik zou het noemen strategische gezelligheid of gezellige strategie, dat is maar hoe u het wil. Ik dank u voor uw aandacht, geniet van elkaar, ontmoet elkaar in deze receptie.